NEC en het Goffertstadion. 120 jaar geleden, op 15 november 1900, werd voetbalclub Eendracht opgericht door drie volksjongens. In 1910 fuseerden de voetbalclubs Eendracht en NVV Nijmegen en kreeg de naam Nijmegen-Eendracht-combinatie. NEC was geboren. Maar het duurde nog lang voordat NEC een groot eigen stadion kreeg. Dit stadion, het Goffertstadion, werd tijdens de verplichte werkverschaffing in de jaren 30 handmatig uitgegraven en opgebouwd door werkloze Nijmegenaren. Er ontstond een kuil van 6 meter diep met hellingen van 9 meter hoog. Doordat het werk zoveel bloed, zweet en tranen kostte, kreeg het stadion zijn bijnaam de Bloedkuil. De tribunes werden vervolgens tegen de hellingen aangebouwd. Zo voorkwam men dat het enorme stadion vanuit het park al te nadrukkelijk zichtbaar zou zijn. Prins Bernhard opende het Goffertstadion in 1939. Destijds, qua capaciteit, het derde stadion van Nederland, na Feyenoord en Ajax. Naast voetbal werden hier ook andere sporten beoefend. Dat kon omdat rondom het veld een wielerbaan en een 400 meter baan voor atletiekwedstrijden lag. De tribunes stonden daardoor wel behoorlijk ver van het voetbalveld af. Maar dat was bij veel stadions in Nederland het geval. Naast wieler- en atletiekwedstrijden waren er ook rugby, schaats, honkbal, autospeedway en motocrosswedstrijden. Zelfs windhondenrennen werden er gehouden. Ook popgroepen traden hierop, zoals Metallica en AC/DC. Vanaf seizoen 1945-1946 werd NEC de vaste bespeler van het Goffertstadion. In 1961 verhuisde NEC officieel naar het park. In 1955 kreeg het stadion verlichting. In de 70er jaren overdekte men de Hazekamp-tribune en plaatste ze hekken in het stadion. Het record aantal toeschouwers zat bij de wedstrijd in 1968 tegen Ajax. Er stonden 32.000 toeschouwers op de tribune. Maar het absolute hoogtepunt van NEC, en natuurlijk het Goffertstadion, was de Europa Cup wedstrijd tegen Barcelona op 19 oktober 1983. Het werd helaas 2-3. In 1999 verbouwde men het stadion volledig. Critici vonden het kil en lelijk. Het grootste deel van de tribunes was niet overdekt en lag op grote afstand van het voetbalveld. De atletiek- en wielerbaan verdween. De tribunes kwamen dichter bij het voetbalveld en het aantal zitplaatsen werd ingekrompen naar 12.500. Het hoofdgebouw werd aan de voorzijde uitgebreid. Ondanks al die verbouwingen kan je vandaag de dag nog zien waar toen de tribunes stonden en hoe de atletiekbaan gelegen was. In het seizoen 2011-2012 kwam het sfeervak 080, met als doel een betere sfeer in het Goffertstadion te krijgen. De supportersvereniging kreeg hierdoor een eigen honk, waar bijvoorbeeld ook spandoeken worden gemaakt. En onthoud goed, je nek zit onder je kop en NEC zit in je hart.